ja, ik was wel al heel vroeg heel serieus bezig met mijn sport eigenlijk. En wist ook al heel snel wat ik daarmee wilde, zeg maar. Het ging eigenlijk heel erg goed de afgelopen jaren. En nu mijn eerste seizoen als senior bij een nieuw team. Dus ja, ik heb hartstikke naar mijn zin. Het niveau ligt ook nog wel een stukje hoger. Iedereen is echt alleen maar met zijn sport bezig. En ja, dat merk je wel. Ik denk wel dat ik perfectionistisch ben. Ik ben niet snel tevreden. En dat is soms best wel vervelend voor jezelf. Maar ja, uiteindelijk brengt je dat denk ik ook wel naar een hoger niveau. Je merkt soms wel dat andere rijders meer ervaring hebben. En ja, daar kan ik alleen maar heel veel van leren. Ja, dat gaat echt heel ver. Dat zijn technische tips, maar ook in sommige benadering. Van alles eigenlijk. Op dit moment gaan de bochten heel erg goed. En is het op het rechtstuk nog wat meer zoeken. Er is van materiaal gewisseld. En dat ging in de bocht vanaf het begin echt gewoon heel lekker. Het begint al heel erg bij het aansnijden van de bocht. Dat je de goede lijn te pakken hebt. En dat je dan in het midden van de bocht echt zeg maar, naar de blokken toe rijdt. En dan ook weet dat je goed bezig bent. En dan die bocht nog verder uitversnelt. Ik denk sowieso dat het wel een stukje harder kan. En ik denk dat de randvoorwaarden daarvoor bij ICO erg goed zijn. Met heel veel snelle ploeggenoten. We kunnen veel met de mannen trainen op hoge snelheid. Ik denk dat het zeker wel gaat helpen. Je merkt gewoon dat je maakt meer snelheid. Doordat je in die slipstream zit. En dat is heel vet. Want je voelt dat je harder gaat dan dat je nooit eerder gedaan hebt. Ja, als een training gewoon niet helemaal gaat zoals ik wil, dan kan ik daar best wel even van balen. Ja. Ik verwacht in ieder geval veel van mezelf. En anderen doen dat misschien ook wel, maar daar ben ik niet echt mee bezig. Je doet er gewoon alles aan om die training zo goed mogelijk te doen. En als dat dan niet helemaal lukt zoals je voor ogen had, dan is dat wel frustrerend soms. Het allermooiste zou zijn om mee te doen aan het WK Salt Lake, waar ook mijn eerste WK junior was. Ja, weet je, het gaat dus gewoon vooral heel erg leuk als het heel goed gaat, vind ik. Ik wil winnen. Dus ik hoop dat dat in de toekomst ook bij de senioren gaat lukken, niet alleen bij de junioren.